Beste luisteraar, ik heb het licht gezien. En ik hoor u denken, hoezo heeft hij religie gevonden, een nieuwe roeping ontdekt of is hij geswitcht van politieke voorkeur? Nee, ik heb het licht gezien, want mijn zoontje is qua lengte nu lang genoeg om bij de lichtknopjes in huis te kunnen. Lampen waarvan ik niet eens wist dat we ze hadden, staan ineens aan. Alsof ik woon in een solarium. Zet die dingen weer uit. Maar ja, daar kan die lieve kleine dreumes nog niet bij. Het zit zo, de lieve wolk kan, als hij op zijn tenen staat, net bij de onderkant van de schakelaar, en laat dat nou net de stand zijn waarop de meeste lampen aangaan. Maar de bovenkant van de lichtknop, de kant waar je op moet drukken om de lamp weer uit te zetten, daar kan het kleine wondertje nog niet bij. Oh, fuck mijn leven. Ik ben opgevoed met de norm dat de lampen zoveel mogelijk uit moesten. Nou, dat lukt niet meer. Ik overweeg om een excuusbrief in de Telegraaf te plaatsen omdat mijn lampen te veel aanstaan. Sorry, Pieter. Ja, ik denk ik laat even de actualiteit verwerken in mijn column. Ik heb ook mensen die vragen wat ik van de landelijke politiek vind. Nou, dan denk ik 1, dat ik veel te druk ben met andere dingen. En 2, ik ben van Team Links. Dus als ik nadenk over wat de formerende partijen allemaal willen gaan doen, dan word ik een beetje licht in mijn hoofd. Maar dat kan ook komen door mijn zoontje, die steeds alle lampen aanzet. Blijf nou af. Ik ben druk. Mijn leven bestaat er momenteel uit dat ik al lang blij ben als we er even tussenuit kunnen. Zo waren we met Koningsdag bij de kleedjesmarkt. En de kleedjesmarkt was dit jaar in het Volkspark. Een mooie plek, het Volkspark. Wel jammer dat er overal zooi lag op kleedjes. Oh, wacht, dat is de bedoeling. Natuurlijk, wat een mooie spulletjes. Dat verdient allemaal een tweede leven. Net als Ronald Plasterk. Ja, ik denk, laat ik even de actualiteit verwerken. Zo heb ik ook mensen die qua actualiteit vragen wat ik van het Songfestival vind. Nou ja, ik heb niet gekeken, ik had geen zin meer. Notabene, ik ben geen expert. Wat er gebeurd is op het Songfestival, Joost mag het weten. Ik tast in het duister, of eigenlijk niet, want ik sta de hele tijd vol in het licht. Zet die lampen nou uit. Waar was ik? Oh ja, op de kleedjesmarkt. Nou, wij lopen daar. Mijn vrouw wilde dingen kopen. Ik zeg, doe dat nou niet. Wij moeten nog verhuizen. En er staat boven nog een niet aangeraakte tweedehands toet-toet autosbaan. Kent u dat? Toet-toet auto's? Nee. Gaat geen lampje branden? Bij mij wel. Blijf nou eens van die knopjes af. Anders ga ik zo gooien met Bart de brandweerwagen. Toet-toet, pak aan. Nee, natuurlijk niet. Zo gaan wij niet met kinderen om. Sorry, Pieter. Ja, dat is weer die actualiteit, hè. Want we krijgen een heel erg rechts kabinet. En sommige mensen zien het somber in. Ikzelf zie wel een lichtpuntje. Maar ja, blijf nou eens van die knopjes af.